79. De ochtend van Joe. Sven en Anke. Het sportnieuws van afgelopen weekend is toch, vinden wij, de intrede van een Vlaming, West-Vlaming, Stoffel van Doorne in het Formule 1-circuit. Dat is voor het eerst dat een Vlaming daar gaat rijden. Van Doorne wordt bij McLaren ploegmakker van Fernando Alonso. Straf is dat. Het is een droom die uitkomt voor Van Doorne en zijn ouders. En we hebben papa Patrick van Doorne aan de lijn. Mag ik Patrick zeggen of moet meneer Van Doorne zijn, meneer Van Doorne? Nee, zeg maar Patrick. Of Patje mag misschien ook zeggen. Dag Patrick. Sommigen mogen dat wel zeggen, maar moesten dan goed kennen. Ja, maar ja, we gaan nu 3 minuten babbelen. Dag Patrick, ja, goedemorgen. Ja. Zeg, hey, proficiat, hij vierde papa en mama waarschijnlijk, hè? Ja, natuurlijk. Het is er eindelijk van gekomen. Ja, het is er eindelijk van gekomen. En zeggen dat het eigenlijk een beetje met een stom toeval is begonnen, dankzij uw werk, hè, Patrick? Ja, zo is het gebeurd. Echt waar. Stoffen gewoon meegenomen naar een werf. Toevallig een indoorkarting van iemand dat ik dat moment goed kende, Joost Boksoen. Ja, Stoffel B. En een keer zo'n klein manneke, als je dat in zo'n autootje zet, zijn dat er echt weg van. Maar dat ging blijkbaar heel goed en van het ene is het andere gekomen. Je mocht gerust zijn. Gewoon, je bent architect of ben huisarchitect en je had de kleine meegenomen en huppa, hij was helemaal verkocht. Ja. Na de werf van een karting, wauw. Super, ja. Dat is geweldig, hè. Ja. Mega talent, zegt iedereen, want het is niet dat jullie er miljoenen in zijn carrière stompen. Want vaak gaat het zo in de Formule 1, hè, maar bij jullie niet, hè, niet bij Stoffel. Niet bij Stoffel. Allemaal gestart, dat komt allemaal met eigen middelen in door karting. Dan verder gegaan autokarting, via RACB en dan plaatselijke sponsors Stoffel het stuurwiel gewonnen. En dan zelfs een eigen kapitaal bijeengereden, want ieder kampioenschap bracht toch centjes binnen. Ja. Die, dat je terug moest wel investeren, maar moest je dan toch niet zoeken. En zeker heel veel dank aan de omgeving en aan plaatselijke sponsors. Maar is geweldig is dat, hè? Ja, zeg jij, Patje, ik mag al Patje zeggen, hè? Zeg maar, de mama die vindt het niet zo leuk, hè, dat Stoffel raced. Die zit altijd op een bepaalde plek als Stoffel begint, heb ik gelezen. Ja, die komt in, maar meestal niet. Nog nooit geweest eigenlijk. Ja, en als ze dan een keer mee komt, dan verschuilt ze zich in het toilet of in een kelder of in een team. Maar, Totdat de race voorbij is. Ja, het zijn ook auto's die meer dan 300 per uur rijden en sneller. Hebt u, papa, nooit schrik? Nee, maar je groeit daarin mee. Hè. En persoonlijk vind ik de wedstrijd vroeger karting, outdoor, de KF2 gevaarlijker dan monoplassen, ja, omdat ze minder beschermd zijn. Ja, oké. Okay. Dus bent er wel gerust op. Hey, maar wat gaan we nog van uw zoon te zien krijgen de komende jaren? Het gaat een hele grote worden, hè? We gaan dat zien, hè. Stap per stap. Hè. Zijn wens is wereldkampioen geworden, dus heeft in iedere klasse, opstapklasse toch al kampioen geweest. Ja. Waarom zou het niet lukken in Formule 1? Hè? Kijk, het is dat, hè. We gaan daar ongelooflijk van. Hangt van veel factoren af, maar ja. Ja. We gaan keihard supporteren. Ja, hij zit nu bij het grote Britse McLaren. Hem zelf bellen, dat gaat zo gemakkelijk niet meer. Want wie is hij wereldberoemd? Maar het is fijn dat we u ondertussen persoonlijk goed kennen, Patrick. Dus, ja. We weten u te vinden als we nog eens vragen hebben. En veel succes met het supporten daar ook aan de zijlijn. Ja, vriendelijk bedankt. Dag, goeiedag. Dag. Ja. Dag.